Welkom bij Regio TV aan tafel. Een hele bijzondere aflevering. Niet alleen hier, maar ook in Suriname te bezichtigen. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij gaan praten over de situatie al daar. Met één speciale gast. Dit zijn de onderwerpen in deze aflevering van Regio TV aan tafel. Aan tafel de heer Wil van Ree. Wil, hartelijk welkom. We gaan het zo dadelijk hebben over corona en alles wat daarbij komt kijken. Want in Nederland zijn we er, dacht ik, een heel klein beetje doorheen aan het geraken. Maar in Suriname is dat een heel ander verhaal. Ja, klopt. Voor allereerst, je bent de instigator van Vrienden van Suriname, zo mag ik het wel zeggen. Ja, vrijwilligers van de stichting zijn eigenlijk al vanaf 1997 actief. En de stichting zelf is opgericht in 2003. En we hebben eigenlijk drie hoofddoelen. En dat is natuurlijk de ontwikkeling van de Surinamers te helpen. Maar belangrijk is om hulp te verlenen aan hen die deze behoeven in Suriname. En dat zijn natuurlijk de ouderen, de zieken en de jongeren. Ja, maar het gaat even over de stichting nu. Hoe lang bestaat die stichting dan al? Een jaar of? Ja, sinds 2003. Maar er is sinds 2003 ook wel heel wat veranderd, hè? Op dit moment is de populatie in Suriname bestaat zo ongeveer uit 600.000 mensen. Klopt, ja. Ja. En er zijn 300.000 mensen uit Suriname nog steeds woonachtig in Nederland of in ieder geval eerste, tweede, derde generatie. Van in 1975, toen men onafhankelijk werd, kon men kiezen. En toen is zeg maar de helft van de Surinamers naar Nederland gegaan. Ja. En de andere helft is in Suriname gebleven. En daardoor zie je eigenlijk nog steeds dat familieleden deels hier en deels in Suriname woonachtig zijn. Ja. Dat noemt men ook wel de diaspora, hè? Ja, en ja. De diaspora-gemeenschap. Ja. Hoe actief is die nog en hoe diep zit dat nog geworteld in de bevolking die hier in Nederland is? Oh, dat is enorm. Ik heb wel eens gehoord dat ongeveer 20-25% van het bruto nationaal product van Suriname afkomstig is van de mensen die hier in Nederland wonen en zeg maar hun familie in Suriname ondersteunen. Dus die binding is er nog gigantisch. En ik heb wel eens een gezegde gehoord dat eigenlijk een Surinamer leeft tussen Nederland en Suriname. Want als je in Suriname is, wil je eigenlijk naar Nederland toe, naar zijn familie in Nederland. En de Nederlanders die van Surinamse afkomst, als ze in Nederland zijn, willen ze graag weer terug naar Suriname om daar weer hun familieleden te bezoeken. Maar toch is dat, maar laten we dat economische aspect dan niet bespreken, maar toch is dat nog wel een punt. Want er zijn niet zo heel veel mensen die weer teruggaan naar Suriname. Ja, wel op oudere leeftijd, maar niet om daar ook weer mee te helpen om het land erop te bouwen. Nee, dat klopt. De meeste Surinamers hebben hier echt een bestaan opgebouwd, zeg maar. Ja. En die hebben het goed en die denken van, dat is prima zo. Ja. Oké, maar wat is jouw affiniteit trouwens, los van de stichting? Waarom? Heb jij zelf Surinaamse roots? Of? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ben voor het eerst in 1997 in Suriname gekomen via mijn werk. Ik werkte toen bij de KVB en men vroeg mij of ik een advies wilde uitbrengen over een voetbalstadion daar. Het bekende André Kamperveen stadion. En als je in Suriname komt, dan is het zo, je houdt ervan of je houdt er niet van. En ik werd besmet door het Suriname-virus. Ik vond het een geweldig land en nog steeds, maar ook een land met een bijzonder vriendelijke bevolking. Hele aardige, lieve mensen. En het is waard om daar waar mogelijk hen te helpen, want er is ook nog heel veel problemen. Je noemt net al iets wat waarschijnlijk in een andere context een minder gedreven lading heeft, hè? Besmet door het Suriname-virus. We gaan het hebben over een heel ander virus, maar voor allereerst we dat gaan doen, laten we eerst eens even kijken naar de beelden. Suriname telt ongeveer 600.000 inwoners en is 4,5 keer zo groot als Nederland. Ongeveer 400.000 mensen wonen in Paramaribo en de omgeving. Nikkeri is de tweede stad met 30.000 inwoners. Er leven veel verschillende etniciteiten. Indianen en Marons, afstammelingen van gevluchte slaven, leven nog in het binnenland. Er wonen witte mensen, Hindoestanen, Javanen en Chinezen. Vrijwilligers van de stichting Vrienden van Suriname zijn al sinds 1997 actief voor de hulpbehoevenden in Suriname. Zij richten zich globaal gezien op drie groepen. Ouderen, door middel van rolstoelen en verband en rollators. Zieken, met bedden en verbandmiddelen. En de jeugd, met schoolmeubilair, lessen en lesboeken, sportkleding en speelgoed.
Gemiddeld 6 keer per jaar verschepen ze een grote container vol met hulpgoederen. Transportkosten per container zijn €3.300. Ook worden veel kleinere projecten ondersteund, met name voor het verschepen van goederen. Momenteel is het door de coronaproblemen een grote crisis in Suriname. De vaccins zijn bijna op. Er liggen veel mensen in het ziekenhuis en er is een groot tekort aan medisch personeel. Er is behoefte aan veel spullen. Namens het Sano S. Padalala, de Verenigde Padalala, en stichte vrienden van Suriname in Nederland, overhandigen wij deze spullen aan de groep van het Dank u wel. Alles wat er gebruikt wordt is nodig. In deze tijd handschoenen, PPE, stomazakken, urinezakjes, alles is welkom. De stichting heeft nu veel hulpgoederen, bedden en IC-materialen in hun loods klaarstaan en die moeten snel naar Suriname. Wilt u de stichting financieel steunen? Dat kan door een storting op de rekening van Vrienden van Suriname. De stichting wordt door de Belastingdienst als ANBI-stichting erkend en dat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. We zien het aan. We dachten in Nederland, corona, we zijn er een heel klein beetje aan doorheen komen. Laten we hopen dat we niet een soort vierde golf krijgen. Maar in Suriname is het een drama. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Men had verwacht, omdat de eerste en de tweede golf redelijk soepel opgevangen werd, dat men met dezelfde maatregelen, een tijdelijke avondklok en zo, weer op te kunnen vangen. Maar het is nu veel heftiger. En ja, en dan op een gegeven ogenblik krijg je ook een situatie dat men de doktoren en de verpleegkundigen niet meer de materialen hebben om de mensen op te vangen. En dan krijg je hele schrijnende situaties. Ja, nou, dat hebben wij op dit moment gezien. Jij hebt standaard altijd, al door de jaren heen, elke jaar 1-2 transporten met hulpgoederen voor Suriname. Ja, zelfs meer hoor. De laatste jaren komen uit op een stuk of 6. We hebben dit jaar zelfs al 5 verstuurd. Ja. En momenteel hebben we heel veel spullen, IC-materiaal, ziekenhuisbedden en zo klaarstaan. Maar ja, zoals je ook wel weet, het is met name de transportkosten die heel hoog zijn. En dat is even nu zoeken van waar krijgen we wat geld vandaan om dat transport te regelen. Ja, nou dat is dan direct een mooi onderwerp. Ja. Want er zijn misschien mensen die zitten te kijken die zeggen ook vanuit de gemeenschap in Nederland, wij willen we heel graag ondersteunen. Hoe gaat dat in zijn werk? Heb je iets, een soort website waar mensen... Ja, onze website die bestaat al eigenlijk vanaf het moment dat we de stichting hebben. Dat is www.vriendenvansuriname.nl. Daar staat alle informatie op. Ja. En dan kan men ook een gift doen. En het is misschien ook wel goed om te vertellen dat de Belastingdienst in Nederland erkent onze stichting als een zogeheten ANBI-stichting, algemeen nut boven de instelling. Ja. Waardoor giften aftrekbaar zijn van de Nederlandse belasting. Dus op zich is dat ook wel een goede zaak. Wat staat er nu? Want jij meldde mij, Ton, ik kan wel bij de opname zijn, maar ik moet straks weg, want ik moet een zuurstofflessen ophalen. Een zuurstofapparaat, want dat is natuurlijk zo. Langzamerhand, de mensen weten je te vinden, hè, want vooral de mensen die geïnteresseerd zijn in Suriname. En die zien die problemen op de tv en dan op een gegeven moment zeggen ze, hey, ik heb nog een zuurstofapparaat staan. En dan neemt men contact op en dan halen we dat op. Ik moet nu inderdaad door naar Scheveningen, waar we een zuurstofapparaat klaar hebben staan om mee te nemen. Ja. En dat gaat dan weer zo snel mogelijk naar Suriname, want daar hebben ze juist dat soort apparaten hard nodig. Ja. En wanneer staat het eerst volgende transport? Nou, we hopen binnen nu een 2-3 weken toch transport te doen, want zoals ik al zei, we hebben goederen klaarstaan. Ja. En we proberen overal wat geld vandaan te halen om dat te realiseren. Bovenal hoop ik dat de situatie in Suriname, zeker wat betreft het coronavirus, snel onder controle komt. Ja, dat zeker, want men heeft natuurlijk ook heel veel behoefte aan toeristen. Want de economie, het is niet alleen het welzijn en de zorg, maar ook de economie is totaal in elkaar geklapt. En je moet weten, Ton, in Suriname, als je daar als gezinnetje een fatsoenlijk leven wilt opbouwen, moeten zowel vader als moeder 2 banen hebben. En dan werkt men heel vaak in de toeristenindustrie.
Hè, als taxichauffeur of beveiliger of portier of schoonmaakster. En dat is nu eigenlijk weggevallen. Dus het is niet alleen de gezondheidssituatie die enorm klap heeft gegeven, maar ook de financiële economische situatie is heel slecht momenteel. Ja. Wanneer verwacht je dat allemaal weer een klein beetje normaliseert? Nou, ik ben heel erg blij dat de Nederlandse overheid nu heel snel vaccins heeft gestuurd. Want dat is de oplossing natuurlijk op het moment dat we corona vrij zijn. In Suriname, dan verwacht ik ook weer dat toerisme op gang kan komen. En ja, dan kan het weer snel gaan. Wil, dankjewel voor de uitleg. Dit was Regio TV aan tafel. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor Suriname. En wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de regio, hier, maar ook ter plekke, dan houden wij u graag op de hoogte via www.regionieuws.tv. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.